Goedemiddag iedereen en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Les Beter Aria. Ik ben Zelda Player 20 en hoe gaat het met iedereen? Goedemiddag, ik ben er weer. Zo, dat hebben we eruit gehad. Jongens, ik ga jullie heel even waarschuwen. Dit wordt een lange zit, want dit is de final week van Terraria. En er wordt niet in geknipt. Dus we praten over afleveringen van dik 48 minuten en noem maar op. In verband met dat we twee evenementen moeten hebben die alleen maar 's avonds plaats kunnen vinden. En helaas hebben we dus zeg maar een probleem dat we de tijd niet kunnen versnellen. Dus ga ik jullie heel eventjes laten zien waarom dat ik zo een beetje gefrustreerd ben op dit moment. Five, je hoeft niet bang voor mij te zijn, want je bent een heel lief konijntje. Goed, de problemen die ik heb gehad. Ik heb in het weekend, donderdag heb ik mijn laatste opnamesessie gehad voor de aflevering van donderdag en vrijdag. Want nadat die afleveringen nog wat laat waren, want toen hebben we een gigantisch lopen farmen. En toen heb ik tegen jullie gezegd, oh jongens, ik ga nog heel eventjes offscreen eventjes farmen. En dan hoop ik dat ik eventjes een stuff kan vinden die we nodig hebben voor de final week. Ik ben serieus 8 uur bezig geweest met farmen. Nou, goed nieuws. Ik heb de stuff gevonden die we nodig hadden. Nou ja, gedeeltelijk ervan. Want ja, we hebben dus... Kayla, donder eens even op. Ik wil even in mijn secret money chest, ja? Wij hebben gewoon... Nee, ik wil niet dat je me hield. Ga nou eens weg bij die kist. Ga weg. Dank je. Ik heb gewoon 13 platinum coins. En 13 platinum coins is niet eigenlijk waarvan ik zeg van... Nou, dat had ik eigenlijk... Ik had er 20. Ik heb alles gereforged dat we het beste setup en alles hadden. Ik heb echt ontiegelijk veel geld gehad. Dat was gewoon niet leuk. Maar goed, wat we dus te pakken hebben gekregen. Nou, ik heb ontiegelijk vaak heb ik dus zeg maar de pumpkin moon gedaan. Om dus zeg maar de necromancer school te krijgen. We hebben alle wapens. Echt alle wapens. Die een pumpkin moon. Deze wordt er trouwens ook nog bij. Die een pumpkin moon zeg maar voor elkaar kan krijgen. Die hebben we hier staan. Behalve de necromancer. Ik ben 8 uur bezig geweest jongens. Dit is geen gein. Dit is echt serieus. Dit is gewoon verschrikkelijk. Nou, ik heb in die farming, ik had het opgenomen, maar er zit niet echt voetjes bij waarvan je zegt van, goh, dat moeten we eigenlijk zien. Ik heb namelijk ook, dit is wat ik allemaal voor elkaar heb gekregen bij de summon. Waardeloos eigenlijk, want ja, we hebben geen necromancer scroll, dus dat wordt nog heel erg leuk. Dit is de melee trouwens, ja, het staat ook in de titel, dus ja, mocht je dat vragen. Ik ben ook heel even bezig geweest eventjes met de Godly Tsunami. De Godly Tsunami die wordt gedropt door Duke Fishron. Je weet wel, die rare magic card met zijn bubbels. Die dus zeg maar een goede boog kan gooien. Ik heb hem ook gelijk Godly gegeven. Ik heb alles gereforced zoals je dus zeg maar ziet. Ik heb je de ammo klaar liggen. Ik heb je de dingen al klaar liggen. De stats en alles. Even kijken, dit is de magic. Daar heb ik dus ook de Razor Blade Typhoon voor te pakken gekregen. Dat is ook voor magic, wat we later nodig hebben. Die zon wil nog niet ondergaan, dus dit duurt nog wel heel eventjes. Jullie kunnen wel van voren gaan skippen. Maar dan mis je een heleboel gezellige audio-commentaar. En natuurlijk een heleboel vertellen over van... Ja, we hebben toch een hele lange serie gehad. En we hebben veel erg gelopen bouwen. Dus, maar er is nog meer wat ik jullie wil laten zien. Er is nog meer. Oh, er is nog zoveel, jongens. Dus, nou, even kijken. Ik ben dan daar bezig geweest. Ik heb dan die wapens heb ik laten zien. Dus, als een kom van de dag. Oh, ik vind dat echt... Onze houten armor. Waar we mee begonnen zijn. Onze houten armor en al onze wapentjes. Oh ja, dat doe ik me er aan denken. Weten jullie nog dat ik zei dat we een moonstone nodig hebben? Echt serieus, als we een Clefairy hadden. En we wouden een Clefable... Not gonna happen. Wij hebben in die 8 uur... Oh, ik kan niet geloven dat ik echt 8 uur lang gefarmd heb. Heb ik geen solar eclipse gehad. Een solar eclipse is rare. Ik weet het. Is iets van 5%... Nee, 4%. Maar op zijn minst in zoveel lange tijd dat je aan het spelen bent. Echt serieus. Dan heb je wel 3, 4 solar eclipse op zijn minst. Dus wat heb ik gedaan? De Terra Blade kon gewoon niet ontbreken. Dus ik ben naar een andere wereld, naar mijn allereerste wereld gegaan waar ik 4 Terra Blade, of 4 Broken Hero Swords heb. Heb ik er daar even eentje naar deze wereld gehaald. En hebben we hier dus zeg maar de Broken Hero Sword om jullie eindelijk te laten zien wat ik wou laten zien. En geloof me, gaan we heel erg veel platinum coins voor hebben. Wat we nodig hebben is sowieso de Excalibur. De True Excalibur, dit ding. En de... Ja. We hebben allebei die wapens nodig. Dus, en als we dus zeg maar de Broken Hero Sword bij ons hebben en we gaan naar ons... Anvil. Weten jullie nog hoeveel dat het hoe moeilijk dat het was om dit zwaard... Waar is het zwaard? Om dit zwaard te maken. Weten jullie nog? He? Die ingrediënten van de Eye of Cthulhu. Daarna moesten we nog eens een keertje 3 andere zwaarden combineren. Toen moesten we een true Broken Hero Sword op gooien. Zo'n Broken Hero Sword. Voordat we deze pas kregen. Ja. En dan heb je ook nog dat ding nodig. Ja. En dan als je eindelijk dus zeg maar die dingen hebt, dan kun je de Terra Blade maken. De Terra Blade doet 127 bij default. En als ik die dus maak, krijgen we natuurlijk een default, waarom ook niet. Heb je dus eindelijk de Terra Blade. Nou, de Terra Blade is volledig automatisch en schiet dus zeg maar groene stralen, want oeps. Blijf die kant op kijken, Vijver. Blijf die kant op kijken. Waar is Sprinkhanen? Er leeft er nog één. Je hebt niks gezien. Kijk mooi de andere kant op. Tof, Vijver.
Maar dit is dus zeg maar de Terrorblade. Nou, zoals ik al zei, dit wordt een melee class, dus daar kan de Terrorblade niet bij ontwijken. En ik weet, bij de Sam heb je ook een paar dingen, maar ik kan die dingen gewoon niet krijgen, omdat het spel mij gewoon haat. Nou, ik heb eventjes mijn 13 plaatsen in de coins nodig, want dit ding is gigantisch duur om te reforgen. En ik wil er de beste stat op die dus mogelijk is. Dus laten we maar eens eventjes gaan kijken over geluk dat we hebben met 13 plaatsen in de coins. Waarom ook niet? Dus, fart. Mag ik heel... Nee, ik wou die deur niet dicht doen. Kom eens eventjes hier en we gaan dit even reforgen. Waar hebben we? 33 gold. 40 gold. Pointy. Nee. Bulky. Nee. Savage. Oh, dat is duur om te reforgen. Dal. Nee, nee. Keen. Nee, nee. Legendary. Oh mijn god, als je die wil reforgen kost het gewoon 1 platinum coin. Oké, we hebben de Legendary term. Oké, dat is het beste. Je hebt ook godly, maar dit is echt gewoon by far het beste wat je kan krijgen. 146 melee damage, oh man. En dat is nog niet eens met de buff die we krijgen van onze Beetle Armor. Dus hartstikke leuk. Goed, hoe ga ik dit verder opvullen? Ik heb net verteld over het farmen. Ik heb verteld hoeveel pech dat we hebben gehad en dat ik dit bijna niks voor elkaar heb gekregen. Ik heb ook nog de frostdingen voor elkaar gekregen. De frost, de frostmoon, de kerstdinges gebeuren. En ja, zelfs daar heb ik dus helemaal niet wapens gekregen die ik dus eigenlijk nodig had. Ik heb nog wel één extra Noordpool gehad. Maar ja, de Noordpool vind ik niks vergeleken met de Flareon. Zoals je ziet, ik heb er dus ook een Horseman's Blade pakken gekregen. Maar ik denk dat we meer gefocust met deze melee met de, met de Terra Blade. Dus dat maakt het uit. Dus, Rock'n'Roll! Dat is niet Rock'n'Roll. Okay, Fiver, ik zal ophouden. Nou, en wie dus zeg maar, flashback. Ik weet het, jongens. Ik weet niet waar ik over moet gaan praten. Dus onze wereld, weet je maar, we zouden onze wereld eigenlijk schoon kunnen maken. Ik bedoel, waarom ook niet? We hebben veel geëxploreerd in deze wereld, dat zeker. Even kijken. Zo. Dus, handig voor de bossrun of zoiets. Iets in die trend. Nou, hebben we al onze banners. Oh, we hebben zoveel banners gevonden. Dit is eigenlijk gewoon een beetje een throwback van aflevering 1. Ik bedoel, als jullie gaan kijken naar aflevering 1, hoe de wereld er toen uitzag en hoe dat de wereld er nu uitziet, is echt zo erg veel veranderd. Dus, oké, nou. Ik zie dat de avond bijna komt. Komt-ie? Dus we gaan gewoon beginnen met de Pumpkin Moon. Want dit is dus zeg maar dat we dan gaan beginnen met, met de Class Challenge met de Pumpkin Moon en de Frost Moon. Dus we hebben ons Ultimate Armor aan. Ik heb voor de zekerheid mijn defense, maar ik denk dat ik gewoon voor offensive ga. Net zoals de vorige keer. Hopelijk dat we niet doodgaan bij de Frost Moon. Maar ik denk dat ik het hierbij ga houden. We hebben onze trofee. Ik heb die in de trofee daarop gehangen. Oh ja, ik heb trouwens ook nog een Duke Fishron trofee gekregen. Dus ik dacht alleen wel leuk om die even daarop te hangen. Oké, nou eventjes het geld even terug. Quickstack! Maar ammo's hebben we niet nodig. Ik denk dat we goed zitten. Toch? Even kijken. Ik denk het wel. De zon gaat bijna onder. Dus, ik denk dat we goed zitten. Ik hoop het. Hebben we nog LPV potions? Ik bedoel, misschien is het donker daar. Wie weet. Heb ik nog LPV potions? Ik heb geen LPV potions, hè. Hoe maakte ik ook alweer LPV potions? Had ik daar ook die sun... Als ik daar die sun dingen voor nodig heb, dan kan ik ze echt niet maken, maar... Ik weet dat we daar glowing mushrooms voor nodig hadden. Dus, wie was je ook alweer? Jake, kom eens hier eventjes, jongen. En vertel nog eens één keer even. Ik weet het, ik heb het al 300 keer ondertussen gemaakt in deze let's play. Maar ik ben het weer vergeten. Shine potions. Ja, daar hebben we een daybloom voor nodig. Helaas, gaat niet op. Sorry, Jake. Nee, jouw schuld. Oké, nou, ik denk dat het maar eens eventjes tijd is tot we dus zeg maar richting de arena gaan. Want het wordt bijna nou zonondergang en ik ben heel erg hyped. Ik bedoel, het is de laatste week. En aan de ene kant denk ik, jammer. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, ik wil eigenlijk weer ook gezellig een Nintendo game gaan doen. Dus, oh jee, spoilers! Ik heb al een beetje een hint gegeven wat de volgende Let's Play gaat worden. Oh boy! Dus, sommigen weten het al omdat ik heb een hele obvious hint gegeven in de, livestream van Wilco, van de Towler. Dus ik heb het heel erg obvious gedaan. Oké, nou, we hebben hier onze traps, we hebben daar onze slimes. Dus ik ga jou alvast even aanzetten. En we gaan beginnen met onze eerste... met onze eerste dinges. Dus, Terrorblade! Ik moet 3 keer schieten. 176 gewoon bij default, wow. Daar word je ook vrolijk van. Het is vandaag trouwens wel lekker weer, moet ik zeggen. Ach ja, gezellig. Kom op! Kan die zon niet iets sneller omlaag gaan? Zoals jullie zien, ik heb ook mijn tornado dingetje niet bij me. Want tornado dingetje, daar hebben we nou niet echt nodig. Hier, kijk, een pumpkin. En dat tornado ding is dus, zeg maar... Dat tornado ding, dat is summon. En dat vond ik een beetje cheap als we dat nou zouden gaan gebruiken. Oké, nou, ik zie al sterretjes op de achtergrond. Dus het is al hartstikke donker. Bunny, nee, niet doen!
Vijver. Waarom deed hij dat? Ja. Mag ik een bumpkin moon, jongens? Kom op. We zitten hier nou al, ik weet niet hoe lang, te praten en te kletsen over hoe gemeen dat dit spel al niet naar mij is geweest. Oké, hier gaan we. Buffs. Oké, tijd om lol te hebben. We gaan gewoon hier de Terrorblade die kant op schieten. Dan die kant op. En dan gaan we kijken of we hier de Final Wave mee kunnen halen. Ja, ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Wow, dat is diep. Oh, ik vind dit ding zo lekker, hè. Oh, maar je kijkt hoe snel dat hij al niet schiet, joh. Maar wat wil je? We hebben een Legendary. Oh, 220 critical zie ik daar. Hoeveel doet hij nou? 181! Oh, mijn hemel. Dit is heerlijk. Dit is echt geweldig. Ik denk dat dit de beste... beste dingen is die je dus zeg maar te pakken kan krijgen voor een Terrorblade. Oh, dit gaat lekker. We zien nog niet eens de vijanden. Zo snel kill ik ze gewoon. Hallo. 428. Oh, dat is ziek. Dat is ziek. Hallo. Oké, nou. Jullie zijn allemaal kapot. Oké, nou krijgen we Morning Woods. Nou, ik blijf hier gewoon even rustig staan hoor. Ik sta hier goed. Ah, terug. Oh boy, daar hebben we Morning Wood. Als ik nou echt serieus een necromancer school ga krijgen, dan word ik een heel erg boos konijntje. Oké, tijd voor de flare arm. Die doet echt veel meer damage per seconde, dus hoppakee. Als ik nou echt een necromancer school te pakken ga krijgen, jongens, echt, dan word ik heel erg verdrietig. Dan word ik echt heel verdrietig hier. Dan word ik heel erg sad. Oh, ga toch fietsen, man. Oh, hallo Morning Wood. Hallo, wat ben jij een enge boom? Wat ben jij een enge boom? Een enge boom die wel aan het lachen is. Auw, jouw vuurdingen doen pijn. Oké, nou jij bent het gedood. Het zou wel eigenlijk gaaf zijn als we nou een necromancer school te pakken kunnen krijgen. Ik bedoel, ik heb 8 uur lopen farmen naar jullie stomme stinkbeesten. Oké, nou jij gaat dood. Oh. Jij bent dood. Ga je dood? 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 Ik maak jullie gewoon dood hoor. Hier, hartstikke. Oh, en je bent dood. Dus, oké, nou, die trap die doet het ook hartstikke leuk. Wat zijn jullie eigenlijk voor kleine dingen? Jullie zijn zillen. Oh, hallo! Zitten we nou al bij de pumpkin? Oké. Dude, kun je even doodgaan alsjeblieft? Ik bedoel, we zien jouw gezicht op de achtergrond. Jouw gezicht staat op de maan. Wat doe je er tegen? Oké, nou, zoveel damage die we doen, zeg. Oh, hemeltje. Oh, kijk, nou toch eens. Daar komt onze grote vriend al aan. Hallo, pumpkinnetje! Oh, je mond staat open. Het is mij een beetje opgevallen dat ze dus zeg maar een patroon hebben. Op het moment dat ze een evil smiley face hebben, dat ze dan zeg maar heel erg snel zijn. En als ze die mond open hebben, dat ze dan heel erg langzaam zijn. En ze hebben dan nog een fase dat ze dus zeg maar van die gemene dingen kunnen schieten, wat echt niet leuk is. Dus ja, het is me wel opgevallen. Hallo, hier kijk, nou zit hij in langzame modus. Gaat hij dus volgen. Dit is eigenlijk gewoon de ideale manier om hem eigenlijk heel erg veel damage te doen. Kijk maar, hier zo. En hij is hartstikke dood. Oké, nou, kun jij ook alsjeblieft even hartstikke dood gaan? Boom. Misschien wel zo'n aansteker handig geweest. Ik bedoel, je staat in de lava. Hoezo smelt jij niet tot je verschrikkelijke doom of zo? Wave 10. Ik denk dat we in de final wave te pakken kunnen komen. Ey, dude, luister. Luister. Je kunt niet zomaar in één keer langskomen en denken van... Hey, kom, laten we hem even aanvallen. Kijk, dat is die messenaanval. Die doen echt pijn. En je bent hartstikke dood. Mooi. Dan kunnen we eventjes weer focussen op die morning wood hier. Ik hoop echt dat ze die necromancer scroll gaan droppen. Echt... Ja, point. Hartstikke leuk. Oké, nou eventjes hier eventjes ritsen. Woop. Moet je kijken hoeveel zooi. Oké, nou. We zitten weer op full health. Hartstikke gezellig. Hé, kijk, een morning wood. En een pumpkin. Zoveel keuze. Oké, weet je waar? Ik pak jou wel eerst. Ik sla jou wel eerst naar de vlakte. Ik ben hier zo enthousiast over. Weet jij hoeveel parts? We zitten op part 41. 41. En elke aflevering was gemiddeld een half uur. Ik zeg expres gemiddeld, want sommige die waren korter en sommige waren langer. Dus ja, gemiddeld. Oké, waar is die morning wood? Oh, daar ben je. Kun jij alsjeblieft heel eventjes hartstikke doodgaan? Kun jij alsjeblieft? Dank je. Wat gezellig. Nou weet ik dat de Terrorblade zeg maar heel erg handig is voor heel erg veel mobs te killen. Maar zoals je ziet, deze doet veel meer damage per seconde. En ja, op één vijand is dit eigenlijk de makkelijkste manier om eigenlijk een pumpkin of zo te verslaan. Dus. Oké, we zitten nou halverwege het evenement ongeveer. Want ik heb eventjes wat research gedaan. En blijkt maar dat je dus zeg maar zo'n evenement 9 minuten hebt in plaats van de 10 minuten dat ik dacht. Dus een dag duurt gewoon een kwartier. En dan moet ik nog eventjes bedenken hoe dat ik de dag ga vullen. Want anders, ja... Dus ik denk dat we eventjes gewoon een flashback ritme of zoiets gaan doen. Een flashback routine. Hoi! Even! Kun je alsjeblieft? Ben je dood? Ja, je bent dood. Oké, wave 12. Morning Woods. Ik zie je wel.
En je gaat hartstikke... Oh, twee! Twee Morning Wood. Hartstikke gezellig. Nou, als jullie nou eens even... Nee. Stoute dode boom. Ik weet absoluut niet waarom, maar goed. En kijk, zo. Dus, ik weet niet, is hij gewoon blij of zo? Tot hij in de lava aan het spelen is? Uh-oh. Mijn vlieg is op! Ik heb weer een cursed sapling. Die wou ik helemaal niet. Hi! Jullie komen ook echt op de meest ongelofelijke momenten komen jullie in één keer binnenvallen. Daar word ik niet echt blij mee. En ik zie dat mijn buffs op zijn. Dankjewel. Oké, nou, jij bent ook dood. Hartstikke ouw. Hartstikke ouw. Oh, kijk, nog een horseman blade. Wat gezellig. Oké. Nou, ik gooi het gewoon naar jou toe. Nee, ik ben nou even bezig met die morning wood. Jij wacht maar even, pumpkin. Echt, hè? Alle aandacht maar weer op de... Ik heb het in de vorige aflevering gezegd. Volgens mij was dat vrijdag of zo. Jullie moeten altijd alle aandacht opeisen. Dat werkt zo niet. Dat is niet vriendelijk en dat wordt niet op prijs gesteld. Jij ook niet. Och, kijk je nou een beetje derpy. Ik noem dit gewoon de derpy move van jou. Ja, het is gewoon je derpy move. Je bent gewoon derpy. Met derpy McFlurry. Oké, nou. We hebben hieronder allemaal. Heel erg veel zooi. Oké, weet je wat? Ik ga jou gewoon killen. Kom hier kijken, dit doet veel meer damage dan de Terra Blade. Ik bedoel, de Terra Blade is zeker een handig wapen. Zie je het niet verkeerd, maar... Oké, dat is er eentje minder. Auw, je doet eigenlijk best wel veel pijn zo. Je moet je kijken hoeveel dat we er wel niet killen. Ik ben nog even bezig met hem, ja? Jonge. Oh ja, dat vind ik leuk, hè? Oh, zie je, gemeen smilen om je aandacht al... Je moet alle Dark Player terug in je mond. Ik denk dat Dark Player gewoon een keer zo'n wave laat doen. Echt serieus. Oh mijn god, moet je kijken hoeveel doodles. Holy shnikes. Ik heb eigenlijk even een beetje help nodig. Oké, kunnen jullie even... Ik weet dat hier onder ook nog helft ligt. Kijk eens aan, weer een spider egg. Daar heb ik al ondertussen 300 van. Het enige wat ik wil hebben is dat we hier bij de final wave te pakken gaan komen. En ik verander mijn wapen voor ongeluk. Ga eens even dood. Drie! Jongens, er zijn nog onder, er zijn er morning woods. Ja, die wil ik even killen. Jullie blijven gewoon terugkomen. Willen jullie niet terug blijven komen? Oh, hemeltje zeg. Moet je kijken dit. Dit is toch niet meer normaal. Stel het je aandachtsopeisers. Ga dood. Ga heen en kom niet meer terug. Dank je. Oké, nou. Leuk punt, snap je niet van niet meer terugkomen. Er zijn er gewoon vier. Final wave. Holy shnikes. Oké. We hebben nog heel veel tijd over zelfs. Nou, ook heel erg veel hartjes. Dus daar hoeven we niet bang over te zijn. We hebben nog echt heel veel tijd over, jongens. Holy shnikes. Hallo. Wow. Hoeveel doodles? Oh. Holy shnikes. Oh my doodle helemaal. Hoe is hij? Ik raak jullie hier allemaal mee, hè? Ja, oké. Oh my doodlies. Kijk hoeveel. Holy shnikes! Oh boy, nou heb ik echt piercing nodig. Oh boy. Oh, ik ga niet dood. Ik moet echt lager blijven met mijn zooi. Oh boy. Oh, shnikes! Hey, kijk hoeveel doodles! Waar is mijn muis? Oh, daar. Het is gewoon moeilijk om mijn muis te zien. Kom op. Sterf. Ho. Help. Kijk hoeveel pumpkins. What the hell? Oh, ze vallen allemaal naar beneden. Oké, evenement is voorbij. Het evenement is voorbij. Rent er nog eentje weg? Nee? Ah, dit is jammer. Oh, mijn Jesus. Wat raakt mij daar? Oh, een slime. Serieus, een slime. Zo lang heb ik nog nooit in die final wave gezeten. Moet zeggen dat we weer trofeeën te pakken hebben gekregen. Black Fairy Dust. Ik vraag me af of we eigenlijk een Necromancer Scroll te pakken hebben gekregen. Dat kan nou niet anders. Dus, trouwens, heel veel mensen die vroegen zich af.
Nou ja, dat weet ik niet of jullie het afvragen. Maar voordat jullie het afvragen... Nee, ik ben offscreen, ben ik geen één keer doodgegaan. Ik heb alles opgenomen en... Oké, wat hebben we? We hebben 4 pumpkin trofies. We hebben 1 necromancer. Tuurlijk, ik neem op en dan zegt het spel... Nou, oké, weet je wat voor ruimte dan? Dit is het voor de aflevering. Laten we dan maar zo vriendelijk zijn om je een necromancer crow te geven. Oké. Dus we hebben heel erg veel zooi. We hebben... Mijn god, zeg. Ga weg, jullie. Oh god. Oké, we hebben dus 4 Horseman's Blades. We kunnen alles verkopen, want we hebben eigenlijk alles al. Dus, we hebben weer van die dingen. We hebben die dingen. We hebben de sniper, die heb ik even daar naartoe geplaatst in verband met. Oké. Heel veel zooi dus. Nou, dan ga ik daar heel eventjes legen. En ja, we moeten toch wachten. Zoals ik al zei, we gaan niks knippen. En dat doe ik met een reden, omdat... Kom op jongens, het is de laatste week van Terraria. Dan zou het heel erg vervelend zijn als ik in één keer moet gaan knippen. Dus dan moet ik het wel proberen zo entertainend mogelijk te gaan maken. En ik moet jullie heel eerlijk zeggen, ik heb echt heel erg veel zin in de volgende Let's Play serie. Dus ik denk dat ik er eentje dan ophang. Kan ik hier eentje ophangen? Zal wel leuk zijn als ik hem hier op kan hangen. Oh, die is zo awesome. Ik wil er eentje in de andere hoek ook. Ik wil er eentje hier ook. Nee. Moet dat nou weer zo? Moet dat nou weer zo? Waar is mijn? Waar is hij? Oh, daar. Moet dat nou weer zo, serieus? Dank je. Staat mooi synchroon. Nou, de rest doe ik eventjes verkopen. Even kijken. Zoals ik al... Ja, hier zag je het dus ook op weer. Ik ben 1 keer al zo ver gekomen toen ik offscreen aan het farmen was. Maar toen kreeg ik dus zeg maar niet een necromantic scroll. Dus deze die kunnen we nou gewoon verkopen. Want hier heb ik netjes die andere hangen. En we hebben deze. Ik moet jullie altijd zeggen, bij de Frostmoon gaan we het niet voor elkaar krijgen. Want de Frostmoon die heeft 20 waves. En daar moet je een hele trapkamer voor opzetten als je er een solo gaat doen. Dus bij de Frostmoon gaan we het niet voor elkaar krijgen. Maar bij de Frostmoon gaan we wel proberen zo hoog mogelijk te komen. En met de legendary Terra Prelay denk ik dat we wel behoorlijk hoog kunnen gaan komen. Maar jeetje, hoeveel pumpkins waren er wel niet? Nou ja, we hebben het in ieder geval goed overleefd. Dat is zeker. Even kijken, ik heb geen defense potions meer. Zien jullie dat? Materialen. Ik heb heel erg veel stuff nodig, zo te zien. Heb ik hier nog potions in? Potions of swiftness. Juist. Dan betaal ik eventjes een paar D-bloems pakken. Ik heb eventjes mijn zooi te verkopen. Malik. Malik, je was heel erg belangrijk voor kogels te kopen en alles. Dus even kijken. Sterren hebben we niet nodig. Jack-o'-lantern hebben we niet nodig. Hier hebben we alweer een platinum coin. Hè? Scarecrow head heb ik al ergens opgehangen. Deze verkoop ik echt niet. Deze mag verkocht worden. Spider egg mag verkocht worden. D-bloem seeds mogen verkocht worden. Curse sapling. Ja, die hebben we ook al eerder gehad. Daardoor gaat 5 weg. Hier, weer een godly. We hebben 2 godly. What are the odds? Nou ja, verkopen die op. Rootless. Keen. Hurtful. Keen Bat Scepter. Mafcase dingetje. Hoeveel krijg je hiervoor? Pet trofee 1 gold. Nou, dat is decent. Hebben we ook al genoeg. Die hebben we genoeg. Dus deze mag even weet ik veel waar naartoe. Deze doen we daarbij. Candy corn. Large pixel. Dat mag allemaal bij de ammo. Vooruit dan. Goed. Nou, dan hebben we dat in ieder geval allemaal verkocht. Dan gaan we nou eventjes zorgen voor eventjes wat potions. Wat heel erg belangrijk is. Jullie kennen het recept nog wel voor defense potions, hè? Dat hoef ik jullie niet uit te leggen, denk ik, toch? Wel! Wel, alsjeblieft vertel het. Kom op! Oké. Daybloom's voor de potion. Ja, hartstikke leuk. Jullie ook. Zo. Ik neem jullie allemaal mee. Zo. Ik replant jullie weer. Echt, deze heb ik nooit geharvest. En dit is allemaal voor de battle potions die ik denk ik niet meer nodig zal hebben. Dat weet ik niet zeker, maar... Ik bedoel, we hebben nog steeds geen Blood Moon of Solar Eclipse gehad onscreen. Dus, we hebben de 7. Ik heb nog 1 regeneration potion. Dus hoe ik het ga aanpakken is... 1, 2, 3... We hebben nog 1 regeneration potion. Dus dan moet ik 4 Iron Skin potions maken, denk ik. Dus, Oké, pak ik die er even bij. En dan moet ik eventjes resources. 1, 2, 3, 4, zo. Als het goed is heb ik nou alle ingrediënten voor alle potions. Dus hier kan ik er nou 4 van maken. 1, 2, 3, 4. Zo, de pixel die mag weer eventjes weet ik voor waar naartoe. En voor jou kan ik er nog 3 maken. Juist, en dan zitten we weer goed in balans. Oké, potions zijn gemaakt. Deze die heb ik toen gekocht ergens en ik weet niet meer waarvan. Die geeft dus een minor improvement. Net zoals dat we de Moonstone niet hebben. Waardoor dat we dus zeg maar geen speciale puffs hebben gekregen in de avond. Omdat de solar eclipse in blijft. Ik word er helemaal boos van.
Vijver, niet bang zijn van mij, want ik doe jou niks, dat weet je. Vijver, jij bent ook boos. Jij hebt bij heel dat avontuur meegestaan en jij hebt gezien hoe dat de Let's Play vloek wel niet bezig was. Dus waar is mijn... Oh mijn god, waar is mijn... Ik zat even te kijken waar mijn drink is. Ik mag niet knippen. Ik heb het beloofd. Ik mag niet knippen. Oh boy. Oké. Denk aan je bloeddruk. Rustig aan. Rustig. Denk aan je bloeddruk op mij nou, alsof dat ik een oude Farfetch ben. Nee, tuurlijk niet. Eens even kijken. Ik denk ook alvast even die necromantic scroll eventjes kan plaatsen. Dat mag niet geknipt worden, dus... iedereen die moet me ook gelijk hebben weer op Skype, hè. Ik zie al gelijk weer een gigantisch getal staan bij Skype. Even kijken. Daar heb ik voor nodig deze. Ik denk dat ik deze beste alvast kan samenvoegen. Omdat dat dan beter is. Je hebt er eentje apart nodig en je hebt er eentje samengevoegd nodig. Dus, misschien krijgen we er nog eentje te pakken, wie weet. Ik spuug hier heel mijn scherm weer onder. Oké, nou, als we dus zeg maar hier zien, hier, increases your max number of minions, increases the damage and knockback of your minions. Oftewel, die voegt die twee samen. Dus zeker handig om die bij je te hebben. Poef! Oké, we hebben de fleeting. Die moet ik ook nog even reforgen. Wat zou het beste zijn bij summon? Ik denk defense. Ik weet niet of damage eigenlijk iets doet. Ik ben echt helemaal niet bekend met summon. Dat wordt donderdag nog wel. Oké, reforge. Geef iets. Met warding ben ik ook tevreden. In één keer. Kijk. Alsof dat een spel naar beluisterd zeg. Wat is dat voor grappigheid en geinigheid? Oké, nou, die mag dan gelijk weer terug eventjes de summon doos in. Ga je doos in? Oké, nou. Dus, dan hebben we dat gehad. Hoe laat hebben we het? Het is nou halve dag. Ik denk 12 uur? 1 uur? 11 uur nog. Het is nog niet eens midday. De avond, dat duurt nog 7 minuten. Hoe ga ik dit 7 minuten volpraten? Memories of flashback. Eerst even snel mijn drinken pakken. Dus nou horen jullie me in één keer heel erg zakjes. Dus moet ik even iets harder praten. Ik kan mijn drinken nog niet eens naast me staan. Zo erg is het. Wat zakjes, hè? Oh, gezellig. Gezellig, gezellig, gezellig. Dit is een YouTube video. Je kunt dit gewoon eruit knippen. Nee, laatste aflevering week. Geen geknip. De vrouw is gezellig. Ah. Ik denk dat ik wel een idee heb om eventjes te doen. Die stambeelden die kunnen geactiveerd worden. Dus misschien is het leuk om te kijken of die stambeelden ook daadwerkelijk... Ik ga daar niet mijn klokje doen. Ik wil dat gaan doen met gewoon een schakelaartje of zo. Eens even kijken. Een schakelaartje wil ik hebben. Ik wil even kijken wat we allemaal hier wel niet uit kunnen halen. Dus ik weet niet of het alleen s'avonds werkt. Ik ben er niet echt heel erg bekend mee. Volgens mij had ik die bij summon draadjes. Hier. Ja. En dan heb ik de range heb ik nodig. Oké. Dus wat ik weet is... We moeten dit allemaal linken aan elkaar. Ik weet nog niet eens hoe dat je het moet linken. Ik doe maar wat. Ik doe maar hier wat. Zoals ik al zei, ik mag dan wel heel erg veel uren hebben gedaan op Terraria. Maar dan is het echt survival en proberen te farmen en alles. Daardoor echt kom je heel snel aan je uren van Terraria. Dus, maar met traps bouwen en zo. Ja, traps dan weer wel. Maar echt met farms zoals dit soort dingen. Daar ben ik zelf niet echt heel erg bekend mee. Nou, wat ik van plan ben is... Ik denk dat ik hem hier gewoon zo neerzet. Lekker naast een lantaarn of zo. Even kijken. Ik zie daar een bunny, dus wij slaan even de andere kant op tot de gas weg is. Ja, wij houden rekening met de bunnies. Oké, en dan moet ik hem daarmee linken, geloof ik. Zo. Oké, wat komt tot leven? Een vis en een skeleton. Dat is alles wat tot leven komt. Vissen en een skeleton. Voor de rest niks. Oké. Is niet echt handig. Ja, je hebt ook slime statues en hart statues. En bunny statues natuurlijk. En er komen dan bunnies uit. Dus, nou, weet je wel, we gaan heel eventjes kijken wat er boven. Ik bedoel, we moeten toch wachten totdat het weer avond is om de frostmoon, zeg maar. Waar heb ik de frostmoon? Waar heb ik mijn frostmoon? Oh, daar. Dus lijkt me net zo leuk om dat eventjes gelijk te doen. Ik ben je naam kwijt. Hoe heet je ook weer? Hoop. Nee, er is geen hoop voor jou, want jou moeten we niet hebben. We moeten naar Shalena. Shalena, geef mij nog eens eventjes wat wires, mate.
Ik heb ze nodig voor redenen. Oh, typisch. Ik stop gelijk bij 69. Ha, 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 ha. Oké, nou mag ik nog een lever. Dan gaan we eens even kijken wat daar tevoorschijn bij komt. Ik ben benieuwd. Ik bedoel, ik heb dit nog nooit uitgeprobeerd. We hebben nou zoveel vrije tijd eigenlijk. Die we dus zeg maar kunnen besteden. Dat is helemaal player. Knip gewoon. Nee. Laatste week, jongens. Dus er komt ook geen skip button. Je kunt gewoon zelf zeg maar vooruit skippen als je dus zeg maar deze onzin allemaal niet wil zien. Ik vind het eigenlijk best wel grappig om te doen. Ik weet niet eens of die lizard statue ook iets überhaupt zou doen. Oké, nou. En dan wil ik hier op een veilige afstand. Ik weet absoluut niet wat er gaat gebeuren namelijk. Wil ik de switch plaatsen. Oh, je krijgt een kistje. Ik zie een manaster. Oké. We zitten dan in de... het is een mimic! Oké, dus ik krijg elke keer nou een gratis kistje en een... of ja, een gratis mimic die niks dropt en gratis sterren. En die sterren moet je wel oppakken. Oké. Dus dat is voor een mimic en voor de rest. Het zou wel leuk zijn als je hier eigenlijk ook potions uit krijgt. Ik weet ook dat je bommen en alles kan vinden. Bomstatues. Hallo. Dus waarom ben jij helemaal hier naartoe gestuiterd? Ja, ik weet... Bunny, hou jij je maar bezig met die goudvis. Met de goudvis naar zee, weet ik veel. Oké, nou. Dit is dan de wolf comment. Dit is ons ijskoude huisje. Is er nog iets? Ik kan alvast de comment van de dag ophangen. Ik bedoel, waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben nog iets van 2-3 minuten of zo. Heb ik genoeg potions? Ja, ik heb alles genoeg bij me. Oké. Dus dan ga ik heel eventjes naar de comment van de dag. En dan moet ik heel eventjes kijken welke ook alweer dat het was. Want volgens mij was het aflevering 37, maar dat weet ik niet zeker. Dat is wat ik al zei. Er wordt niet geknipt, dus dan zien jullie precies mijn gestuntel en alles. Ja, dit is aflevering 36 van Squirtle Gameplay. En dan gaan we dus nu naar episode 37. Oké, dus edit. Episode 37. En dan ga ik altijd eerst even kijken op mijn lijstje wat de naam is. En die doe ik dan heel erg lui copy-pasten. Hi Donnie! Ja, nou wordt het heel erg spannend. Oké, nou Donnie, wat had jij geschreven? Donnie Bedorf. Of Bedorf. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, joh. Anders, het spijt me verschrikkelijk. Dus, nou, dan heb ik hier de comment van de dag, heb ik dan. Dat doe ik gewoon weer kladblok. En die Donnie Bedorf had geschreven. Ik hoop dat je nog lang niet gaat stoppen met Terraria. Ik vind het heel leuk. Donnie, waarom moet je deze comment nou in de laatste final week plaatsen? Dit is de laatste week. Ja, ZP20 English gaat nog wel door. Dat is mijn Engelse kanaal. Daar hebben we nog een Terraria-serie. Maar dat is minder interactief met de kijkers, omdat dat multiplayer is. En ja, het is Terraria, maar... Dit is de laatste week. We hebben hierna nog 4 afleveringen. Daarna is het afgelopen. Oh, waarom moet dat nou? Waarom moet ik dan dit soort reacties krijgen? Oh. So not fair. Nou ja, we hebben de comment in ieder geval gedaan. Dus we wachten heel eventjes tot de zon ondergaat. En dan ja, de volgende aflevering kunnen we dan gaan focussen natuurlijk van de Ranger. Hoe dat we dat allemaal te pakken gaan krijgen. En ik ben op zich ook wel goed met Ranger. Dus degene waar ik echt niet goed mee ben is Summon Magic. Nou, ik heb nog niet echt goed geëxperimenteerd met Magic. Maar daar kan ik ook wel mee in het leven blijven. En we hebben nog steeds de Magic Armor niet gemaakt. Omdat ik dat speciaal voor de Magic Armor aflevering wou bewaren. Dus, hi Slime. Alles kit. Hoe gaat het mee? Springt Slime! Doe het! Doe het voor ik weet niet hoeveel kijkers. Hij is gesprongen ook nog. Het is maar een slime. Maakt niets uit. Het zijn mijn slimes. Oké, Frostmoon. Ja, ik zie de zon nog. Net hier dat kleine randje. Hier, was, daar. Je ziet, heel klein randje nog. Hier zo. Hier. Naast de manastars. Naast de gezellige manastars, kijkertjes. Dan zie je nog net de zon. En de zon gaat nou onder. En nou gaan we beginnen. De Frostmoon. Gaan we weer kerstmis. Ja, gaan we weer kerst vieren. Ja, lijkt me leuk. Lijkt me leuk om dat samen met jullie te gaan doen. Samen kerst vieren. Ja. In maart. Dus iedereen, ga naar je ouders toe en zeg dat de kerstboom weer op moet, want we vieren weer kerst. Nee, doe dat maar niet. Ik denk dat ik heel erg veel reacties binnen zou gaan krijgen van waarom moeten we dan maar even de kerstboom neerzetten? Dus laten we dat maar niet doen. Oké, nou is het nacht ondertussen jongens, ik wil naar die Frostmoon toe. Ah, ik heb zoveel plezier in deze aflevering. Ik hoop jullie trouwens ook. Dus Oké, here we go. Oké, nou tijd voor onze Terrorblade. Wave even is begonnen. Buffs, Battle Potion, extra aanval. En gezellige kerstmuziek.
Ik wil zeggen, waar blijven jullie? Oh, die Terra Blade die is echt devastating. Oh. Hallo. Volgens mij sla ik ze zo erg ver weg dat ze nog niet eens de kans hebben om hier dicht in de buurt. We zitten al op wave 4 en we zien helemaal niks. Oh, daar komt iets aan hoor. Wees daar. Oh, dat is die pine tree. Wacht eens even. Jij bent degene die mij een dead count hebt gegeven, hè? Oh, jij doet ook nogal heel erg veel schade. Ga eens even dood. Oh, kijk nou. Een ting. Die mimics. Ik snap nu waarom dat ik tinkeren wou noemen. Maar die mimics die geven dus zeg maar altijd enorm veel. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hier. Maar die geven altijd heel erg veel hartjes. Dus dat is altijd handig. Oké, nou, ik blijf gewoon hier staan. Alles wat achter mij komt. Oké, daar zijn jullie eindelijk hoor. Ze kunnen mij nog niet eens raken. Zo ver weg zijn ze. Ik hoor een mimic daar op de achtergrond. Nog een mimic. Oh, dan komen ze hier aan. Helikopter! Helikopters! Kom eens hier. Kom eens hier. Kom maar! Ik ga gewoon door met de Terra Blade naar voor je. Ik vind het veel te leuk. Ik doe jullie allemaal zoveel schade, dus. Hallo! Dus, nou, ik denk dat het tijd is voor, ik denk dat hier nou tijd voor is. Ik bedoel, we krijgen... Hey, mimic! Oh, oh, oh. Oh, daar hebben we onze grappige Everscreen, grappige Cashbone Doodle. Oh, ik vind die zo leuk. Ik vind die muziek hier ook zo leuk. Ah, oh, krijg jij zoveel... Oh, oh, hallo tank! Hallo! Kun je een chin kunnen droppen? Dat zou echt helemaal geweldig zijn voor morgen. Ik bedoel, ik heb hem nog steeds niet. Ondanks dat ik zoveel gefarmd heb. Hi. Hoi. Oké, ik ben helemaal klaar met Cashmas. Ze willen het niet droppen. Ik ben er helemaal klaar mee. Nou, als ik hier nou ga staan. Als ik hier nou ga staan, dan kun jij mij niet raken met die kogeltjes, hè? Nee. Ja, doe met de trap in rijden. Oh, hij gaat weer schieten, hoor. Ik heb help nodig. En niet... Ik heb heel veel help nodig. Oké, we zitten weer op vol help. Bijna, net. Dan heb ik weer geraakt. Maakt niet uit. Hij steekt gewoon zijn tong uit. Zien jullie dat? Oké, kun je ook even... Goed zo. Uh-oh. Uh-oh. Houston, we have problems. Ik vind ook eigenlijk best wel creepy hoe dat zijn gezicht krijgt. Doe me een beetje denken aan... Ik weet niet wie van jullie Futurama hebben gezien. Maar heb je dus zeg maar zo'n speciale kerstaflevering. En daar wordt dus eigenlijk gezegd zeg maar, in de kerstaflevering dat iedereen slecht is. En dan is het dus ook zeg maar niet vrolijk kerstmus, maar vrolijk xmus. En ja, eigenlijk best wel hilarisch als ik erover nadenk. Hallo. Oh, 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 oh. Dit is problematisch. Komt u maar. Oh, ik ga zo dood met die andere range dinges. Ik bedoel, dit is de meeste defense die ik ga krijgen, dus Oké. Jullie zijn dood. Mag ik al even? Dank je. Oh, zoveel audio commentaar! De kerstboom en de kerstman die vinden het wel leuk om bij elkaar te zijn. Maar zoals ik al zei over die Futurama aflevering. Ja, dan hebben ze dus zeg maar een kerstman robot die wil iedereen doodmaken omdat iedereen stout is. Zeg maar volgens hun, omdat ze is te scherp afgesteld of iets in die trend. Dat ligt hier allemaal beneden. Ik wil het allemaal, dan ben ik weer op full health. Dus ja, dat doet hem eigenlijk. Dat doen die tanks me een beetje wel aan denken. Dus ligt daar. Ligt daar. Waarschijnlijk een deel van zo'n dinges. Oké. And a partridge in a pear tree. On this frost moon right now I'm going to die of a demon tree. I am shooting bubbles at a Christmas tree. And a tank's owner once in a while. Ik weet ook niet, ik ben heel erg enthousiast. Ik kan er niks aan doen, jongens. Het spijt me. Spijt me zo erg dat jullie dat aan hebben moeten horen. Dus, ja, oh boy. Oh boy. Oh, de Ice Queen is tevoorschijn gekomen, hoor. Maakt mij niet uit. Eerst die tank. Ik wil eerst die tank dood. Heb ik je? Mooi. Oké, nou is het jouw beurt. Nou is het jouw beurt. Uh-oh. Help. Vergeet elke keer hoeveel schade dat de kringen wel niet willen doen. Ik weet dat daarnaast nog heel erg veel help ligt. Oh boy. Oh, je bent al hier. Oh. Niet zoals de vorige keer. Hier ligt ook nog heel veel help. Neem het allemaal mee.
Oké, nou raak het dan ook. Oh, zij is zo snel, hè. Oh boy. Waar ben je? Daar ben je. Wil je even je spinaanval doen of zo? Heel veel help hier! 104 damage. Holy snikies. Hij is dood. Ik kan nog steeds geen life potion gebruiken. Oh, 155. Ik wil niet dood. Nee. Kun jij alsjeblieft doodgaan? Is ze dood? Volgens mij wel. Help. Wat is dat? Misje wissel? Wat is dat nou weer? Oh boy. Oké, als ik die spinaanval doe, dan kan ik echt heel veel damage geven. Daar ben ik eigenlijk best wel een blij konijntje om. Hallo. Zolang ze mij maar geen damage doet. Oh boy. Ik heb slowness. Buff. Oh boy. Ben je dood? Nee. Of wel? Ik zie het niet meer. Nee, ik ben nog niet dood. Nou ja, weet je wat? Dan ga ik heel even... Ah, oh, daar ben ik alweer. Ik ga dood. Snol. Je hebt super... Ja! Het is gewoon de wraak van Impa. Hoe durf je mij te vertellen dat ik soep in mijn haar heb? Impa is gewoon een ijskouwe die ons dood wil hebben op dit moment. Ik weet ook niet hoe ik op die hond zie komen. Oh mijn god. Oh, 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 oh. Oké, nou. Ik weet het, ik weet het. Jij mag mij niet, ik mag jou niet. Wij mogen elkaar niet. Maar dat wil niet zeggen dat we zo gemeen tegen elkaar hoeven te doen. Wat vind jij? Wat vind jij ijskouwe? Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ben je dood? Nee, ik ben nog niet dood. Nou ben je dood. Mooi. We hebben nog steeds geen Blizzard Staff. Daar ben ik eigenlijk niet echt blaa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 a
Oh nee, hier raak ik je ook heel goed mee. Dus even ontspinnen. Goed zo. Oké, dan kan ik eventjes goed met de bubbeltjes raken. Oh, nou ben je weer klaar met spinnen. Oh, die aanval moet je echt niet doen, meis. Die is devastating voor mij. Vooral naar mij luisteren. Luister naar je vijand. Oh boy. We hebben nou weer. Wat zit hieronder allemaal? Oh man. Mag ik deze frostmoon overleven? Oké, waar ben je? Nee, die aanval moet je juist niet doen. Die aanval mag je juist niet doen. Dat is een hele enge aanval. Dat is een hele... die is nog enger. Jouw gezicht is ook eng. Ik zou heel erg op prijs stellen als er nou een mimic eigenlijk tevoorschijn zou komen. Ik hoorde een mimic. Oh boy. Ja, jij gaat van eigenlijk wel dood, toch? Oké, ik blijf gewoon hier op en neer lopen. Wel dood. Kun je even spinnen? Kun je even naar mij luisteren? Waar ben je? Oh, daar ben je. Hi. Oké, doe maar spinnen, doe maar spinnen. Je bent dood. Haha! Nooit naar je vijand luisteren. Oh boy, je zus is er al. Oh, je zus is er al. Ik heb echt even help nodig. Dat ligt er onder allemaal wel niet. Ik weet het niet. Oh, je bent aan het spinnen. Jij vertelt mij nog niet eens dat je aan het spinnen bent. Oh, oeps. Jij vertelt mij nog niet eens dat je aan het spinnen bent. Wat is dat voor een brutaliteit? Oké, ik zie al die bubbels zie ik alle kanten op gaan. Dus ik neem aan dat ik... Hallo? Hallo? Wow! Die zag ik nog niet eens. Nou ja, heel veel health. We zitten weer op full health. Ik ben benieuwd wat we allemaal te pakken hebben gekregen. Ik zag een wissel. En we zijn niet dood gegaan. Dankzij vijver. Wat hebben we hier allemaal? Heel veel zooi. Wat ligt hier allemaal nog? Ook heel veel zooi. Zoveel zooi. Oké, nou, dan hebben we dit nog. Doen we gelijk even meebietsen. Wat hebben we allemaal? Ik zie een wissel, fluitje, dinges. Hallo. Oké, spooky wood. Dat is nog van de vorige zelfs. Oké, nou eens even kijken. Wij hebben een fluitje. Summons a baby Grinch. En we hebben een elfen. Dit is alles wat we op hebben gepakt van deze frostmoon. Serieus spel? Nou, ik wil heel eventjes kijken wat dat fluitje doet. Vijver, het spijt me. Waar is die traveling merchant? Die kan af en toe ook nog wel eens leuke dingen droppen.
ja, droppen geven. Waar is dat gekke beest? Waar is hij? Waar is die traveling merchant dan? Is hij helemaal bij die jungle of zo gespawnd? Bij de witch doctor. Ik hoop het niet voor hem, echt. Hij is... Oh. Nou, weet je wat ik doe? Ik bewaar dat mooi voor de volgende aflevering als filler. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Reacties worden nog gekozen. De enige dag tot elke reactie nu wordt gekozen is vrijdag. Morgen gaan we verder met onze Rentje playthrough. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen te zien bij de final week van Terraria aflevering 2. Nou ja, eigenlijk aflevering 42. Zie die 4 maar als een final aflevering count, weet ik veel. Bedankt voor het kijken en als je nog vragen hebt, kun je dat ook kwijt in de reactie. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook tijd voor hebt. Bedankt jongens, doei!